De Friese stichting Foreign Child is opgelicht. De stichting financierde jarenlang een weeshuis in Madina in Sierra Leone. Foreign Child heeft de afgelopen 7 jaar ruim een 500.000 euro betaald voor huisvesting en studie van 60 oorlogswezen. De Afrikaanse manager van het project, dominee Bai Bangura, heeft in die 7 jaar tienduizenden dollars afgeroomd van zijn maandelijke budget. In 2003 was dominee Bangura in Friesland. Wout sprak toen met hem over het kinderhuis. The meaning of the orphanage actually is to help alleviate the suffering of the children who have been left because of the war, who have lost most of their parents and they have no future. So I saw it as an opportunity for me as a man of God and a humanitarian worker. I feel so sorry for these children. So I wanted to help these children to put them together and put them into an orphanage situation so that I can ask people to help. And that's the reason why the orphanage idea came about, because many people have been killed in Sierra Leone and they leave many of orphan children in the street roaming around. Deze gedreven man blijkt nu een relatief klein deel van het geld voor zichzelf en zijn familie te hebben gebruikt. Tjeerd Faber, de voorzitter van Foreign Child. Er is gedurende het hele project, wat al vanaf 2002 loopt, is er in 2007 is er verdenking ontstaan ten opzichte van de manager van de compound, van het weeshuis en de school en de gebouwen. Die verdenkingen die kwamen hierop neer dat hij iedere maand stiekem een bepaald percentage afroomde van de maandelijkse budgetten die wij ter beschikking stonden. Hebben wij het contract met hem willen verbreken en daar hebben we een procedure voor in gang gesteld. Via de rechter is dat uitgesproken dat hij de compound moest verlaten. Op dat moment weigerde hij dat. Hij zei dat is van mij die compound. Toen moesten wij in hoger beroep bewijzen dat het niet zo was. Alleen de man weigert dat gewoon. Er is dus politie is ervoor nodig om hem eraf te zetten. Dat is nu gebeurd. Of het staat op punten gebeurd. Maar dat betekent het einde van het weeshuis. Het betekent het einde van de weeshuisconstructie. Want de secondary school die zit daar vlak naast. Er zit alleen een voetbalveldje tussen. En die kunnen dat hartstikke goed gebruiken. Dus uiteindelijk is het gebouwd voor educatie en onderdak. En daar gaat het nu weer voor gebruikt worden, voor de secondary school. Want die hebben een internaat daarnaast waar een hele grote behoefte is aan goede slaapgelegenheid. Die dominee die verdwijnt uit beeld. Maar hoeveel geld heeft hij meegenomen? Ja, de circuleren nu bedragen van 20.000 euro. Dat komt niet uit mijn mond. Dat heb ik nooit genoemd. Het is zo dat hij dus afgeroomd heeft. Maar hoeveel, dat kunnen wij niet precies achterhalen, want het is een cash-economie. Laten we even van die 20 miljoen uitgaan. Hoeveel hebben jullie de afgelopen jaren erheen gebracht? We hebben in de loop van het hele project hebben we meer dan 500.000 geïnvesteerd daar. En dat is dus niet... Dat is maar een paar procent wat die gestolen. Maar een paar procent. Niettemin is het een hartstikke vervelend incident. Ja. En ik heb de pest over in dat het gebeurd is. Ja. Maar niettemin... Het project staat volledig overeind en de kinderen doen het hartstikke goed. We hebben ze nu ondergebracht bij gastgezinnen. Dat is ook een nieuwe tendens in de hele hulporganisatie. Die zeggen van al die weeshuizen, dat is niet de oplossing. Eigenlijk moeten die kinderen in een sociale omgeving opgroeien. Ze zijn nu veel te geïsoleerd. En daar kan ik heel goed in meedenken. Eigenlijk is dit weer een voordeel uit het nadeel gekomen. Zo moet je het maar bekijken. Jullie gaan gewoon door als stichting? Uiteraard. We hebben eigenlijk alles weer op de rit. De kinderen zijn allemaal ondergebracht bij gastgezinnen. Het grootste aantal zit nu in Freetown. Daar is ook veel meer keuze in onderwijs. Die gastouders krijgen een vast bedrag per maand voor het kind wat ze opnemen. Of kinderen. Ja. Er zijn er vaak gastouders die meerdere hebben. Die krijgen een vaste vergoeding voor levensonderhoud. Dus het kopen van voedsel en kleding. Alle andere kosten die te maken hebben met scholing, schoolfees, boeken, medische verzorging, wat er ook maar nodig is, dat wordt alleen maar betaald op declaratie. Dus onze boekhouder daar, die krijgt meer werk te doen. Maar ik denk dat we het op deze manier veel beter in de klauw kunnen houden. Foreign Child gaat dus onverminderd voort, met steun van velen in Friesland. Wij gaan dus door met het project.
En die kinderen die staan bij ons bovenaan. Wij komen normaal met vakantie nooit verder uit Zuid-Limburg. Maar nu gaan we vier door de grens. Sierra Leone, Madina. En wees zoals mijn 60 ben. Onderdak, opvoeding en onderwijs. Wij hebben voor dit project gekozen omdat het concreet en lidschalig is. Elke euro komt aan. Het is controleerbaar en toetsbaar. Het verdient jouw stiepe. We doneren.